dat je naar deze vlog gaat kijken. Doe alvast even een duim omhoog op de video. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En klik ook even op het belletje hieronder. Veel kijkplezier. Ik kan de fanmail niet vinden. Hoor. Daar was het gebleken. Ah. Dank jullie wel allemaal. Wat zit daarin? Oh, helpens. Dank je. Dank jullie wel. Echt. Wat is dat, Luxie? Excuses daarvoor. Over chaos gesproken. Oh, hier ligt ook nog fanmail. Kan je eten? Een hele goede. Wij zijn de Wellinga's familievloggers en jawel. We beginnen deze vlog in de knutselhoek. En Luxie, wat zien jullie er allemaal weer mooi uit, zeg. Luxie, mooie kleertjes aan. Kijk eens, Luan. Mooie kleren aan. En Lucilla. En ze zijn de knutselhoek aan het opruimen. Waar is die vormding? Die ligt hier aan. Die ligt hieronder. Daar heeft Woesel denk ik mee gespeeld met Pop. En daar is mijn moeder. Hallo, en daar is die van moeder. Morgen, brood is klaar jongens. Dat weer van mijn t-shirt aan, Han. My queen. Ja. Leuk. Leuk, leuk, leuk. Kom je eten, wij zeggen aan tafel. Appelstokje. Wij zitten lekker aan het ontbijttafel. En Lucilla zoekt weer een verhaaltje uit. Goed. Wil je nog bij het begin? Ja. Oké. Okay. Nou, beginnen we bij de inhoudsopgave. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De inhoudsopgave. Daar gaan we. Maak alles. In het begin was het overal donker, Luxie. Overal was het licht uit. Maar God zei, laat het licht zijn. En boom. Ging het licht uit. Kijk maar buiten hoe licht het is. Het is weer tijd om de kinderen naar school te brengen. Luxie gaat naar het kinderdagverblijf. Luan en Lucilla gaan lekker spelen op de basisschool. En Daniel en ik gaan weer chillen in de sauna. We hebben weer ons relatiemomentje. Dat we even lekker onszelf terugtrekken. Dat we even geen social media en online dingetjes hebben. Ja, nou. En dat we even lekker met z'n tweeën in de wellness kunnen relaxen. Dus dat gaan we doen. Ja, en wij zien jullie straks weer. Doeg, zeg maar dag. Veel plezier op school. En neem je deze mee? Ja, ik rijd de auto. Moet hij mee? Heb je mee? Luxie, ze zit te staren. Waar zit je net te staren? Waar zit je net te staren? Popje mee? Luxie, we lekker spelen. Zeg maar dag. Oké, nou, wij gaan de kinderen naar school brengen. Zo, het is inmiddels alweer middag. Wij zijn weer thuis van de sauna. We hebben heerlijk gerelaxed. En het was trouwens heel erg lekker weer. Dus we hebben ook een beetje liggen zonnen. Ik weet niet of je het kan zien. In de tuin. In de tuin van de sauna dan. Niet hier. Maar we zijn weer thuis. We gaan nu de kinderen ophalen van school. Luxie van het kinderdagverblijf. En Luan en Lucilla van de basisschool. En dan wilde ik eigenlijk de fanmail uitpakken. Maar ja. We hebben heel veel lieve fanmail van jullie gekregen. Dank jullie wel daarvoor. We gaan hier overigens geen aparte video van opnemen. Omdat het gewoon, we dat niet redden met de tijd. Dus we dachten, we doen het even in deze vlog. Hallo? Maar ik kan de fanmail niet vinden. Zie je het allemaal goed verstopt? Het is, nee, ik kan het niet vinden. Oh. Het is weg. Oh, het is weg. Het is weg. Kijk, het stond hier allemaal. Hebben jullie de afgelopen vlogs wel gezien. Maar opeens, we komen thuis en alles is opeens weg. Hup, hup, vader. Dus we zijn de fanmail kwijt. Dus heb jij het niet gehad, papa? Nee, Woesel en Pip misschien. Die zitten nu te spelen in de tuin. Woesel en Pip misschien gehad? Nee, dat ze het verstoppeld hebben. Nou, we gaan de kinderen dus ophalen. Wordt wat. Ja, we gaan eerst even de kinderen ophalen van school. En straks gaan we maar eens even verder met het mysterie van de fanmail die kwijt is. Zo is het. Kijk, het is echt prachtig weer vandaag. De zon die schijnt. Ik heb trouwens mijn bril op. Voor degenen die denken, vare bril. Leuk, maar mijn lenzen zijn op, dus ik heb vandaag even mijn brilletje op. Nou, dat vertrouwt. Maar eerst even de kinderen van school halen. Oeh, het is wel heel erg lekker weer buiten. Ja. Ik kan ook nog even lekker buiten spelen. Maar eerst even op zoek naar de fanmail. Door het hekje. Dat vind ik wel zonde. Ja, sorry, ik stap over het hekje heen. Sorry, papa. Ah, wie zit er weer als eerste in de auto? Ah, het valt mee, het valt mee. Kom je daar voorin zitten? Maar. Ik kom even bij je voorin kom zitten. Kom maar even, hè. Vaak zit ik met de kinderen, als de kinderen er zijn, zit ik achterin. Omdat ik dan ook dichterbij en Luxie zit, maar ook bij Luan en Lucilla. Als ik wat wil geven of wat dan. Wat dan ook. We hebben ook poddertjes gevonden. Dus jij een poddertje? Poddertjes van onze vorige auto. Maar ze zijn nog steeds lekker, toch? Goed gevonden. Ja, volgens mij zijn die altijd goed. Nou, we gaan even op de kinderen bouwen. Naar ons coast. Zo, nou, we hebben Luxie opgehaald van het kinderdagverblijf. En papa die staat nu op het schoolplein te wachten op Luan en Lucilla. Ja, maar die zijn er nog niet. Moeten we nog even wachten? Krijgt mama een kusje? Ja. Oh, mama krijgt een kusje. Oh, en mama krijgt een knuffeltje. Ja, wij zijn weer thuis. Hier hebben we onze Luan weer. Luan had een beetje dorst. Hij heeft een pakje gedronken. Oh, wat wil je doen? Zat er geen zitje meer bij?
Zit er een rietje bij? Ik wou ook naar deze komen, maar het lukt niet zo. Nee, dat komt omdat daar geen schuin randje aan zit. Oh. Hoe was het op school? Leuk. Ja? Leuk gehad? Buiten gespeeld? Ja. Het was vandaag lekker weer, hè? En jij, Lucilla? Zo'n pakje? Kom maar, liefje. Ja, dat was maar nog het enige pakje. Oh, nou, dan moet je hem even samen delen. Was het leuk op school? Mm-hmm. Ja? Lekker gespeeld? Ja. Krijg je dorst van, hè, van zo'n... Ja. 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 Nou. Hey jongens. Hebben jullie de fanmail gezien? Nee. Ik ben de fanmail kwijt. Ik wilde dat ze straks tegen papa zeggen, zullen we straks een fanmail opnemen? Maar ja, we hebben niet meer heel erg tijd om een aparte fanmail video te maken. Maar we hebben wel heel veel lieve fanmail ontvangen van de lieve kijkers. Alleen ik wist niet waar die was. Waar is hij nou gebleven, Luxie? Ja, maar ik heb Luxie. Haar gevonden. Waar is hij nou gebleven, Luxie? Hey, mama. Heb jij het gevonden? Ja. Hier. In de koelkast. Waar? Hier aan de tent. In de koelkast? Hier zit ook nog iets in de koelkast. Oh, ligt er fanmail in de koelkast? Nou, pak hem maar eruit. Oké. Okay. En hier is er de pan. Want het is helemaal koud. Helemaal koud geworden? Ja. En hier tussen de bank. Tussen de bank? Oh, hoe kan dat nou? Hé, hey, ik heb een goed idee. Zullen we alle fanmail gaan verzamelen en hier op de tafel gaan neerleggen? Ja? Hier! Oh, en daar nog meer. Hier. En daar. Daar boven. Waar boven? Hier een brief. Waar boven, Lucilla? Daar. Oh, ik kan erbij, hoor. Ik kan ook. Ja, kunnen jullie daarbij? Woe. Ja, hoor. Hoe komt dat nou daar? 1, 2. Wow. 1, 2. Goed zo. Daar ook. Nou, heel goed. En hier ook. Waar? Onder de bench. Onder de bench. Oh. Dat is gek. Zie je dat, Luxie? Overal fanmail. Oh, wat is dit? Wat is dat nou weer dan? Ik zal even sneller hier kijken. Want dit is zo... Oeh. Oh, dat is leuk. Van Katrien. Oh, dit is een... Mag ik even lezen? Dit is een kaartje van... Katrien. Nee, dit is van een fan. Van Tim en Honey. Dankjewel. Echt superleuk. Kijk, dan ligt helemaal vol met dvd'tjes. Oh. Allemaal K3 dvd'tjes. Oh, wat leuk. Kom, we gaan nog meer zoeken. Nog meer zoeken. Deze is leuk, man. Oh ja. Oh. Oh, Lucilla, wat heb je nou weer gevonden? Waar kwam het vandaan? Daar. Waar kwam dat daar vandaan? En kijk, hier ook nog. Waar? Bij de Lego. Daar nog fanmail. Oh. Waar? Oh, hier. En daar. En waar? Daar. En daar. En hier. En daar. En hier. En daar. Jongens, wat veel fanmail overal. Dus daar was het gebleven. Ja. Het was helemaal door de hele kamer verstopt. En hier. Hey. Waar? Daartussenin. Ook. Oeh. Ja, nog meer. Yes. Nog meer. En een doos. Nou. Mag maar daarin kijken. Oh, kijk, een schoen. Een nieuwe schoen. Ja, kijk, er zitten ook allemaal cadeautjes in. Deze tijd van Luxie. Kijk, een telefoon. Randy. Super. Oh, leuk, een telefoon. Telefoonhoesje. Ja. Ah. Oh. Mama, deze zijn voor mij. Leuk hoor. Dat is hier, man. Oeh, en een kapitein Haak. Blijf van mij af. En kaarten. Kwartet. En wat is dit? En een muts. Mag ik eerst dit? Ja, dat is natuurlijk wel grappig, hè? En Luxie, heb jij nog wat gevonden? Haak en kapitein. Nog een spel van Pipiraat. Een kwartet was dat. Kijk, hier zit ook nog een mand. Aha. Broekje voor Luxie. Kijk, Luxie, broekje. Mooi. Ja. Wat heb je daar? Een tasje. Een tasje. En het zijn stoepkrijtjes. Luxie. Wat zijn dat allemaal? Luxie. Zullen we eens even cadeautjes openmaken, Luan? Oh, wat is dat, Luxie? Wat is dit? Oh, dit is leuk.
Die is leuk, hè, Luxie? Ja, gelukkig, jongens, was de fanmail niet echt weg natuurlijk. Maar ik had het eventjes een beetje verstopt en verspreid door het huis. Ik dacht, misschien is dat wel een leuk spelletje, een elementje om de kids om de fanmail te zoeken. Normaal gesproken maken wij aparte fanmail video's en dan pakken we al jullie post uit. Ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben nu ook Luxie erbij. En om met z'n vijven aan de tafel heel langzaam die post allemaal uit te pakken, is bijna niet meer te doen. Achter de schermen, zeg maar. Vandaar dat ik dacht, we doen het gewoon lekker in de vlog. Want we zijn natuurlijk wel heel blij met jullie fanmail. Hè? Wat is er? Uitpakken? Wil je dat cadeautje uitpakken? Dus vandaar pakken we de fanmail van jullie even uit in deze vlog. Dank jullie wel allemaal voor de fanmail. Echt superleuk. Wauw. Oh, een boekje. Een kleurboekje. En even kijken. Ah, het is ook een hele mooie mand volgens mij. Oh mam, kijk wat hier staat. Ja. Ja. Kijk, hier staat zelfs mijn naam. Wat zit daarin? Iets voor Luxie, kijk. Is dat voor Luxie? Luxie. Oh, kleertjes. Oh, deze heeft oma ook. Laat eens kijken. Deze heeft oma ook. Oh, kijk eens Luxie. Dit heeft Luxie kleertjes. Kleertjes? Luxie Elsa kleertjes. Wauw. Deze Mimi Mouse kleertjes. Wauw, hé. Oh, wat een leuke kleertjes. Maar wat voor maat is dit? 92. Oh, hartstikke leuk. Superleuk, dankjewel. Kijk dan. Hele dus mooie broek. Geen beetje de maat, dus. En Minnie Mouse. Oh, leuk. Ah, dit is weer jaar. Oh, wat leuk. Wat leuk. Hij is wel een beetje groot. Niet voor stoer. Hij is wel een beetje groot. Oh, maar hij is wel goed volgens mij. Welke maat is dat? Hé, maar Lucilla, deze is voor jou, Olivie. Deze is voor Lucilla. Dit is jouw maat. En die is ook mij. En die is voor Lucille, Luxie. Okay. Deze is voor jou met het broekje erbij. Dat is jouw maat. Mama, ik moet dit aanhouden. Wil je dat aandoen? Mm-hmm. Oké. Okay. Kijk even doen aan. Ik ga even dat. Ja, maar Lucilla gaat het even aandoen. Dan kan ze heel snel. Ga maar ronddraaien. Ga maar ronddraaien. 1, 2. Draai. Harder. Draai. En tadaa. Wauw, Lucilla, wat leuk. Laat eens kijken. Waar is Elsa? Daar. Mooi, liefie. Wat zeg je dan tegen de fans? Dankjewel. Ik moet aanhouden. Je mag het aanhouden, hoor. Maar er zit nog wat meer in. Kijk, er zit nog een cadeautje voor jou in. Deze. Oh. Oh, mama, het is voor Luxie, denk ik. Is die voor Luxie? Nou, kijk maar, Luxie. Luxie is een peertje. Kijk dan, dat is een leuk peertje. En Luxie, zullen we kijken wat hierin zit? Oeh. Mama! Ja. Ook stickers! Wat voor wie stickers? Is het? Voor Luan. Stickers! Oh, wat mooi. Dat zijn mooie veel stickers. Van lieve schattenfans, dankjewel. Oh, ook een kleurboekje. Oh. Klein kleurboekje. Super lief. Ik word dit lekker. Ben je er blij mee, schatje? Oh, mother money. Ik heb even dat strakke plastic over gedaan. En daar kan ik dan wel nog met die mee te spelen. Want altijd, dan krijg ik stickers. Maar ik heb weer de stickers eraf. Dus, En dan nou deze mand. Want deze mand, er zaten dus cadeautjes in. Maar kijk, er staat ook hier iets in die mand. Dus volgens mij moet je die mand uittrekken. Kijk eens. Oh, wat leuk. Wat schattig. Kijk dan. Farah staat erop. Farah. Leuk, hè? Hallo. Kijk. Heel erg leuk. Dank jullie wel. Echt super leuk om te zien. Kijk, ik kan ook weer maat, zo. Denk ik. Farah. Ik kan het ook weer zo. Ja, dat kan niet ook weer zo. Wat vinden jullie hier? Nog een pakketje. Voor alle lieve Bellinga staat er. Voor alle lieve. Kijk, Luxie! Oh, is dit voor mij? Even kijken. Ja, dit is voor jou. Wat lief, jongens. Echt super lief. Wat is dit, Luxie? Wat is dit? Een piratenspelletje. Oh! Oh, Luan, kijk eens. Oh, wat leuk. Een superhero staat erop. Leuk, hè? Dit is voor Lucilla. Dus kijk, wat zit hierin? Kom maar scheuren.
Ja, ze kan het al wel. Maar scheuren. Wat zit erin? Zijn dat kleertjes? Oh, ja. Zijn dat kleertjes? Voor Luxie. Eens even kijken welke maat het is. Ja, die is voor Luxie. Oh, heel erg leuk. Het is nog wel op de groei. Mama. Maar wel heel erg leuk. Mama, die? Nou, die even kijken. Voor mij. Wat is dat? Oh, wat zit daar allemaal in? Wat is dit? Wat is dat? Mama, kijk. Volgens mij zijn dit bloemetjes voor in bad. Kijk eens wat leuk. Dit zijn nagelstickertjes. Nagelstickers en nagellakjes. Kijk. Oh, wat leuk. En we gaan natuurlijk ook even al jullie post uitpakken. Deze alle foto's van Superman. Nog Superman. Wat leuk. En hier. Ah, leuk gedaan zeg. Een foto. Leuk. Met Superman erop. En kijk mam. En deze. En mam. Ja. Leuk. Heel erg lief. Wat is hier, Luxie? Hier. Ja. Hier. Wat zou daarin zitten? Maar wie is deze? Ja, die is voor ons allemaal. En deze? Wat zit daarin, Lucilla? Voor mij. Kijk. Wat is dat? Het is voor mij. En deze een shirtje. Voor ja. Ook nog een shirtje. Deze. Ja, hier staat Luxie op. Mooi hoor. En deze is leuk, zo leuk met en die? Balletjes. Die is, staat Luan staat erop. Ja, maar... Wat een lieve brief! Wat een lieve tekening! Wauw, wat mooi! Wat staat er? Even kijken. Lieve Luan, ik had in de vlog gezien dat jullie misschien wel helemaal geen 4 vitamintjes hadden met de spaartijd. En dat vond ik best zielig. Daarom deze vitamintjes. Oh, er zitten vitamintjes bij. Oh ja, die hebben we al eerder gevonden. Ja. Ja, die hebben we al eerder gevonden. Super lief. Kijk eens hier. Wat is dat? Snoepjes. Oeh, allemaal lekkere snoepjes. En dit is even slijm. En een slijmpje. En wel plakkerig. Plakkerige slijm, ja. Het zijn echt heerlijke snoepjes. Dankjewel voor de snoepjes. Mama, hij past wel goed. Oh ja, kom eens kijken. Laten we zien. Hij heeft een telefoonhoesje van jullie heen. Kijk, hij past wel goed, maar het gaatje zit niet in het midden. En kijk, kijk eens goed. Hier zit het oogje en hier in het midden. Ja. Komt dat dit een iPhone 4 is, dat is een hele oude iPhone. En dit hoesje. Ja, dan weet ik niet welke iPhone het is, maar niet van niveau 4. Ja, dus ik heb niet in ieder geval okay. Maar je kunt het wel gewoon erin bewaren. Ja, maar gelukkig heb ik nog een gele hoesje. Ja. Nou, ik zie van me eens even kijken. We gaan natuurlijk ook even jullie post uitpakken. Want jullie post is natuurlijk ook altijd hartstikke leuk om te ontvangen. Kom maar. Mocht je trouwens iets hebben van, hey post, kan ik jullie fanmail sturen? Dat mag. Ons fanmailadres staat onder onze video's. En daar kan je je mooie tekening of lieve brief naartoe sturen. Oh, superleuk. Ik vind het altijd heel erg leuk om jullie mooie tekeningen te bewonderen. En jullie lieve briefjes te lezen. Heel erg leuk. Kijk dan. Heel mooi gemaakt allemaal. Zie je dat? Alleen ja, het is... Nou, moet ik dat zeggen? Oh, kijk dan. Ah, Luxie. Dit ben jij. Kijk, dit ben jij. Dit is Luxie. Dit is mooi. Super lief. Dankjewel voor je mooie tekening. Leuk dat die lippen zit. Dit is voor Lucilla. Ook super leuk. Zelfgemaakt kaartje. Love naar Lucilla. En dit is echt mijn lievelings... foto. Niemand zijn eigen telefoon. Mooi. Ja, zijn oude iPhone 4 die het niet meer doet. Hij doet het wel, alleen maar de foto's maken doet het. En jongen? Kijk, en hier is het nog hetzelfde foto van. Ja. En... Zo. Sorry, mama. Voor Vara, Daniel, Lucilla, Luxie en Luan. En hier hetzelfde foto. Kijk eens jongens, kijk eens wat mooi. Mama, mag ik? Ja hoor. Mooi hoor. Heel erg mooi gemaakt. Mama. Dankjewel. En deze is van een trouwe kijker uit Zwolle. Wat leuk. Angiana. Hele aparte naam. Mooie naam. Heel erg lief. Dankjewel. Van Woezel en Pip. Kom, Luxie komt even bij mij op schoot zitten. Wat hebben we hier nog meer? Luxie? Oh, die was al leeg. Het wordt wel een beetje een rommeltje zo. Dit is de eerste keer dat we het in deze setting de fanmail uitpakken. Misschien wat onoverzichtelijker. Maar in ieder geval beter
wel mama, laten zien dan dat jullie het helemaal niet meer terugzien. Mama, hier ja. Zit alleen maar een naam op mij niet. Jawel, Lu. Dit is ook leuk. Kijk eens. Ga maar daar, Luxie. Ja, wat ga je doen, Luxie? Wat ga je doen? Luxie. Kijk eens, dit is ook leuk, Lucilla. Dit is een spelletje volgens mij. Hoeveel keer tel je Anna in dit rooster? Kijk, en oh, achterop. Nog een hele mooie tekening, zie je dat? Hier, en deze. Oeh, een mooie Anna. Ja. Mooi, hè? Ja. Ja. Die is op. Die is op. En dit is nog een mooie brief. Een mooi kaartje. Net een mooie plakbandje. En een mooi plakbandje erop. De reden dat we de fanmail nou eventjes op deze manier doen, is omdat het bijna niet meer te doen is. Het is bijna niet meer te doen om met 3 kinderen aan een tafel te zitten en netjes alle fanmail uit te pakken. Dat houden ze simpelweg niet vol. Met name Luxie houdt dat niet vol. En het is natuurlijk ook wel leuk dat Luxie ook gewoon erbij omheen is. Vandaar dat ik het eventjes op deze manier heb gedaan in een vlog. Ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt van, goh, het is een stuk rommeliger. En ik weet niet goed of ik nou wel mijn fanmail kan terugvinden. Excuses daarvoor. We doen ons best, maar weet dat als je fanmail opstuurt, dat we het echt wel ontvangen. En dat ik ook echt alles persoonlijk lees en openmaak. En we heel erg waarderen als je naar ons post opstuurt. Sorry dat het niet altijd te zien is in een vlog. Maar dat is eigenlijk is het bijna onmogelijk opgave om letterlijk alle posten in een vlog te voorbij zien komen. Omdat het ten eerste heel erg veel is. En ten tweede met de 3 kinderen om me heen af en toe gewoon echt chaos is. Zeg maar, echt chaotisch is. En dat het best wel lastig om alles keurig te filmen. Maar wel heel erg lief in ieder geval dat jullie onze fanmail willen sturen. En dat we van jullie mogen lezen en openmaken. En dat jullie überhaupt voor ons moeite nemen om wat te maken en wat te schrijven. Dat vinden we heel erg leuk. Ook de persoonlijke verhalen. Ik weet niet of het mij nog horen. Ook de persoonlijke verhalen, super lief om dat te horen en te lezen. Dus ja, mocht je iets hebben van Varen, ik wil graag geen brief schrijven. Schroom je niet en stuur gewoon een lieve brief. Oeh, mooi. Luan die pakt ondertussen nog even door. Eindelijk. Die andere boek was al mooi. Hier kan ik weer van die. Yeah. Nou, Luan is er heel blij mee. Schatje. Yeah. Ja, joepie. Dus dat is één reden. Oh, hij valt bijna uit. Niet te vergeten dat ik natuurlijk ook nog gewoon de 3 kinderen om me heen heb. En ik gewoon eigenlijk fulltime mama ben. En ik gewoon het niet red om nog zoveel video's extra's te editen. Heb natuurlijk ook nog de 3 kinderkanalen waarop we af en toe video's extra plaatsen. Maar ja, sowieso 7 video's op dit kanaal. Is best veel editwerk. Om ook nog een hele lange fanmail erbij te doen iedere keer. Is voor mij gewoon eventjes op dit moment niet te doen. Nou, ik ben even aan de tafel gaan zitten. Want iedere keer werd er voor de camera gelopen. We zijn jullie wel heel erg dankbaar voor alles wat jullie voor ons hebben gemaakt en ons sturen. Ook vooral de persoonlijke verhalen. Vinden we ook altijd heel erg leuk om te. Vind ik altijd heel erg leuk om te lezen. Die lees ik ook zeker weten. Alleen het is voor ons gewoon onmogelijk om iedereen persoonlijk te antwoorden. En kaartjes en briefjes terug te gaan sturen. Want dat is gewoon. Naast het feit dat we gewoon een gezin zijn. En we ons gezin hebben om te verzorgen. Kan er geen doen om al de fanmail persoonlijk te beantwoorden. Of alles letterlijk door de vlog te laten komen. Ik hoop dat jullie dit begrijpen. En dat jullie hier ook begrip voor hebben. En het alsnog leuk vinden dat we het op deze manier als spelenderwijs door de vlog heen hebben laten terugzien. Fandom mag je natuurlijk altijd opsturen als je het leuk vindt. Het hoeven echt geen grote dure cadeaus te zijn. We zijn echt al lang blij met een mooie tekening of een lieve kaart of een mooie brief. En we zullen het zeker proberen in de vlog te verwerken. Alleen nogmaals, het is bijna onmogelijk om letterlijk alles in de vlog te laten zien wat we allemaal krijgen. Het is gewoon super lief van jullie allemaal. Maar goed, ik weet niet hoe ik dit ga editen. En volgens mij is het echt heel rommelig allemaal. In ieder geval, voor mijn gevoel, is het allemaal heel rommelig gefilmd. Excuses daarvoor. Mijn kinderen vinden het in ieder geval heel erg leuk. En iedere keer pakken ze weer wat meer uit. En ik heb hier ook weer post. Dit ga ik ook weer eventjes uitpakken. Hier zit ook weer een super mooie brief in. Kijk, mooi gemaakt. Heel erg mooi. Dankjewel daarvoor. We krijgen ook nog wel eens mailtjes van ouders in onze mail. Van kindjes die fanmail hebben opgestuurd. Maar die hun fanmail niet in de vlog voorbij hebben zien komen. En die daar een beetje van verdrietig zijn geworden. Dat ze hun eigen fanmail niet in de vlog voorbij hebben zien komen. Excuses daarvoor. Maar bij deze wil ik wel vertellen dat het gewoon bijna niet mogelijk is om letterlijk alles te laten zien in de vlog. Omdat het ten eerste veel is. En ten tweede ik ook gewoon de 3 kinderen om me heen heb. En dat is best wel rumoerig op de achtergrond.
Wel alle fanmail ontvangen natuurlijk. Ik maak alles zelf open en ik lees alles. We bekijken alles. Ik laat de tekeningen ook allemaal aan de kinderen zien. Leona en Lucilla vinden al jullie tekeningen altijd hartstikke mooi om te zien. Dus nogmaals, heb je fanmail niet teruggezien, bedanken we je wel heel erg voor je lieve fanmail en je tekeningen. En grote kans dat we dat wel gewoon echt hebben gezien. Alleen dat het gewoon niet in de vlog is gekomen, maar dan hebben we het zeker wel ontvangen. Jullie zien ook al dit. Dit gaat dus gewoon bijna niet werken. Laat staan alle fanmail uitpakken, netjes achter een tafel wat we voorheen deden. Dat is met Luxie gewoon, kijk, gewoon bijna geen doen. Maar goed. Ik ga eventjes verder met nog meer fanmail uitpakken, want we waren er nog niet. Hoe, Luxie? Hoe kom je van de tafel? We hebben al wel heel veel uitgepakt. En, oh, Leon en Silla zitten hier. Zijn hier lekker gaan kleuren. Oh, wat mooi. Zijn jullie al aan het tekenen van de tekenen? Ja, dan maak ik het zo in en dan ga ik het zo dan in. Heel erg mooi, Nivies. Dank je. Nou, dit is een beetje de situatie op het moment. Over chaos gesproken. Zo ziet onze kamer er nu uit. Luxie ligt daar te krummelen op de grond. Leon en Lucilla zijn aan het tekenen geslagen. En ik ga nou eens even kijken of er nog wat dichte enveloppen liggen om die even open te maken. Aaron, de Lange en zijn papa en mama. Alex en Linde. Super lief. Lieve familie Bellinga, onze zoon Aaron heeft 2 briefjes voor Leon en Lucilla geschreven. Hij is al een hele tijd fan van jullie. Hij is 3 geworden. Hij zou het heel erg leuk vinden om mee aan Lucilla bij ons thuis te komen spelen. Hij heeft het vaak over jullie. Hij is super leuk. En hier zijn dus de tekeningetjes. Er zijn de tekeningetjes die erbij zitten. Echt heel erg lief. Hier zit ook een klein poppetje bij mij. Ja. Ja, dus dankjewel voor je lieve brief. Ik heb hem zeker gelezen en echt super schattig. Kinderen zijn gelukkig rustig aan het tekenen. En Luxie die zit daar op de grond even te spelen. tussen de rommel. Dus even kijken. Oh, wat leuk. Een klein kammetje voor Luxie. En een poppetje voor Luxie. Dankjewel, heel erg lief. Elke avond ga ik naar bed met mijn tablet en kijk ik de vlog van jullie. Dus voordat ik ga slapen ben ik visueel bij jullie op visite. En dat is altijd gezellig. Ik vind dat zo leuk dat ik jullie wil bedanken voor het fijne momentje. Als dank daarvoor heb ik een kaart met kleurplaat gekozen. Kleuren jullie deze mooi samen, Luna en Lucilla? Liefst van Luna, van Leesdame. Hartstikke leuk. Die ga ik zeker aan ze geven. Die ga ik zeker aan ze geven, want dat vinden ze zeker leuk om te kleuren. Dus dankjewel voor je super lieve kaartje. Deze is Lucilla. Oh, dat was nog voor de verjaardag. Hoera, gefeliciteerd. Heel erg leuk. Van Demi en Romy. Dank jullie wel. Heel erg lief. Oeh, met een mooie beer. Wauw. Heel erg mooi. Is voor Luxie. Van Cheyenne. Mooi naam. 5 jaar. Heel erg leuk. Kijk, iedere dag naar jullie vlogs. Heel erg leuk. Dank je wel, lieverd. Echt super leuk om te zien. En heel erg mooi getekend. Die is voor Luan. Voor Lucilla. Prachtig. Heel erg mooi gedaan. Oeh, met allemaal onze namen erop. Super mooi. Altijd leuk om brieven open te maken. Dat is altijd weer een verrassing wat erin zit. Van Woezel en Pip. Heel erg mooi. Van papa aan. Ja, let niet op de rommel. Leuke fanmail gekregen? Heel veel lieve fanmail. Vragen voor de Bellinga's. Dank jullie wel, lieve fans. Kijk, ze hebben nieuwe kleren, leuk. Ja. Cool. Leuk, hè? Oh, Lucilla, Elsa pakje. Een Elsa pakje. Heel mooi, hoor. Mooi, hè? Je van Iris, heel erg leuk om ook een gezicht bij jullie te hebben. Als jullie denken, wat is het voor een geluid? Daniel doet even de lamellen dicht. Ik wil je heel graag een keertje ontmoeten. Die kans had ik ooit, want ik was vlakbij in Bungalowpark en Tenhaarsveld. Maar jammer genoeg wist ik niet dat jullie er waren. Ik volg in de vlogs al heel erg lang. De rest van de familie ook. Dus mijn wens is jullie ooit een keer te ontmoeten. Nou, er ligt op de Bellinga Fanshop. Die er waarschijnlijk wel weer aan gaat komen. En ik heb net gebeld met de YouTube Gathering. En de YouTube Gathering, dat is er ook nog één. Die is nog eerder volgens mij. Tip en ik staat erop. Heel erg leuk. Met een fotootje. Op een envelopje heb ik. Dit is een meisje. Ja. Leuk, hè? Gaan we die eens even uitpakken. Een mooi briefje erbij. Heel erg leuk. Met een lief briefje. Lieve Bellinga familievloggers. Ik zou jullie graag een keer willen komen. Ben jullie komen eten? Heel erg leuk.
geef een berichtje terug. We kunnen dus niet op alle briefjes terug gaan reageren. Allemaal met telefoonnummer en adres en alles erbij. Wel heel erg lief, super lief. We hebben hem gelezen. Dus wellicht bij een meeting dat we elkaar kunnen ontmoeten. Daar hebben we de meetings, hè. Dan kunnen we alle kindjes ontmoeten. Anders wordt het wel weer heel erg druk hier. Het past niet helemaal in ons huisje. Ja. Oh, kijk eens. Wauw. Dat is mooi. Kijk eens, Luxie. De poes. Poes. Kijk. Van Emma. Oh, wat leuk. Wat mooi. Kijk dan. Zo. Mooi, Luan. Mooi, hoor. Heel mooi gedaan. Dank je. Nou, Luan is helemaal blij met zijn tekenboek. Oké, okay, ja. Nou, volgende. Ik zie dat de batterij bijna leeg is. Juf Femke van een basisschool. Van groep 6D. Oh, wat leuk. Wat lief van jullie. Onze klas kregen wij een opdracht. Van schrijf een brief voor een bekende Nederlander. Wat grappig. Ik koos voor u. Ah, wat super lief. Dankjewel voor je lieve brief. En onze vlogjes kijken. Ja, van de lieve kindjes. En de lieve papa's en de mama's. Wauw, kijk eens. Oh, die... Mooi. Als je dit leest, ik vind het leukste van de vlog dat jullie de pups kregen. Want die zijn zo schattig. Hier zitten blauwe veertjes op. Hoi, ik ben Isabel. Mooi, Isabel. Heel mooi gemaakt. Senna, ook super lief. Heel erg leuk om ook altijd fotootjes erbij te hebben. Kijk, zelf geknutselde bolletjes en een sterretje. Leuk hoor. Ja, Luxie. Hallo, familie Bellinga. Ik, Joke de Jong, 61, oma van Alimira, 3 jaar. En Sophie, Lina, 2, is een groot fan van jullie vlog. Een kaartje voor... Het is nog een kaartje voor Luxie, 1 jaar. Luxie, 1 jaar. Ze is nu alweer 1 jaar en 3 maanden. Zomaar een kaartje, heel erg lief. Linda en Bowie. Ik wil jullie een mooie tekst geven. Ik wens dat God jullie filmpjes zal zegenen. Super lief. Echt heel erg lief. Dankjewel. Linda, voor je mooie kaartje. En een heel mooi zelfgemaakte pijntje voor Luxie stond erop. En een clipje. En een elastiekjesbal. En autootjes voor Luan. Oh, schatje. Ik hoop dat er weer leuke autootjes er zijn. Ja, Luan. Luan zit aan het tekenen. Kijk eens. Mag een mandje voor jou? Ja, mama gaat zo beginnen met eten koken. Het is inmiddels bijna 5 uur. Ja, ik moet zo gaan eten. Ja, we zitten nog helemaal in de fanmail allemaal. Zoals jullie zien. En die ga ik zeker ook even uitpakken. Maar ja, dus ik ga wel eventjes vast beginnen met eten koken. En dan ruim ik dat straks wel eventjes op. Nee, wat gaan we doen? Ja, nee, dat mag. Ja, en Luxie, wat doe Luxie? Druifjes? Maar ik ga ook eten koken. Wil je druifjes? Oh, Luxie. Luxie is altijd van druifjes. Nee, een druifje. Lekker. Lekker. Oh, hier ligt ook nog fanmail. Kijk, nog meer fanmail, Luxie. Wat hier allemaal verstopt. Oh, wauw. Kijk dan. Heel erg mooi. Helemaal Luxie. Ingepakt. Kijk. Wauw. Leuk, hè? En nog één. Kan je dit openmaken? Ja, kan ik wel openmaken. Ik kan ook deze envelop even openmaken. Oeh. Kijk eens. Heel erg mooi. Hele mooie brief van... Dat heb ik net ook gehad, of niet? Senna, ja, heel erg leuk. Van Lucilla. Ik kom overal fanmail tegen. Ik vind nou weer niet wat. Heel erg leuk. Oeh, het is mooi. Het is een speenkoord. Nou, Luxie heeft niet meer super veel vaak een speen. Maar als ze haar slaapje doet, vindt ze de speen nog wel lekker. Dus ze gebruikt nog wel een speen en haar speenkoordjes. Die zijn allemaal een beetje op. Wauw, dit is een hele mooie. Dankjewel. Kijk eens wat mooi. Een speenkoordje van jou. Ja, die is mooi. Puppeke, ga maar eens even kijken daar. Met je speenkoord. Zo, nou, mama moet nog eventjes gaan bedenken wat we gaan eten vandaag. Want ik heb nog geen idee. Wat eten we vandaag? Wat eten we vandaag? Oh, onze Bellinga-tekening. Ja, mooi hè? Mooi hè? Ja. Ja, Luxie begint moeten worden zoals jullie horen. Oh, schatje patatje. Kom hier bij mama. Oh. Nou. Zo. Dus even kijken, Luxie. Mooi hoor. Hele mooie tekeningen. Hebben jullie zin in noodles? Ja hoor. Zullen we noodles doen? Makkelijk.
Huh? Pennen. Pennen? Daar heb ik alweer niet zin in. Nou ja, ik maak wel een ruzie. Wat zie je allemaal? Jullie is het heel veel, hè? Ja. Nou, dit schiet niet op, jongens. Ik ga heel eventjes verder, zodat we zo meteen wel wat te eten op tafel hebben. Ik vind hier nog een leuke Bellinga boekje van Guusje. Dankjewel, Guusje. Echt super lief. En heel origineel. Leuk bedacht. We zijn ondertussen ook weer een beetje aan het opruimen. Hallo, Luxie. Hallo, Luxie. Zit je er maar nu onze telefoon? Die is van Luan, hè? Ja. Ik heb wat gevonden in de koelkast. Wat gezonde groenten betreft. Dit zijn asperge tips of zo. Stond op de verpakking. Kijk, ik heb hier de verpakking. Ik heb dit nog nooit gehad. Maar ik heb het dus gekocht. Dacht, misschien leuk een keer te proberen. Asperge tips groen. Alleen er staat niet op hoe ik dit moet koken of wat dan ook. Misschien heel gek voor de mensen die denken, ja Farah, dat is toch heel makkelijk. Maar ja, moet ik nou dit puntje er vanaf halen of niet? Ik denk het wel. Ik denk dat je dit eraf moet halen en dan moet koken in een pannetje met water, denk ik. Dus dat ga ik doen. Ik kan nog even wat vragen aan Daniel. Dan, ik weet niet of jouw moeder vroeger dit wel eens heeft gemaakt, maar dit zijn asperge tips. Kijk. Alleen ik weet niet hoe ik ze moet klaarmaken. Even googelen. Even googelen? Ja, dat is een goeie. Hey, waarom kom ik daar zelf niet op? Oh, Luxie mee doen. Luxie zie lekker aan het spelen. Waar staat hem? Ja. Dan kan je eten. Lekker spersieboontjes, hè? Het lijken spersieboontjes, ja. Maar het zijn geen boontjes, nee. Het zijn asperges. Asperges, maar dan de groene tips van de asperges. Ja, ik weet ook niet. Er staat hier, de groene asperges zet ze een half uur rechtop in het koude water. Moet ik een half uur deze rechtop in het water gaan zetten? Snij de harde onderkant eraf. Ik dacht juist de bovenkant. Maar nu is de onderkant. Ja, maar dat is en zorg dat het de asperges net onder water staan. Laat de groene asperges gedurende 4 minuten koken. Schep de asperges met een schuimspatel uit het water. Maar die zijn dan bewerkt, hè? Die zijn van het land, denk ik. Dat weet ik niet. Wat staat hier? Gewoon die 4 minuten koken. Deze zijn dan bewerkt, zet je? Gewoon koken. Maar ik moet dus niet de bovenkant eraf halen, maar de onderkant. Dat is al gedaan. Ja, ik ga niet een half uur recht op een water staan. Die onderkant is er al af, zie je dat? Zo gesneden. Ja, dus ik kan dit gewoon in een pannetje met water tjoepen. Ja, Luxie, wat is het nou? Dat kan je eten, schatje. Dat kan je eten, alleen het is nu nog niet zo lekker. Ja. Niet lekker? Nee, niet lekker, hè? Nee, mama gaat het eventjes koken en volgens mij moet het dan wel goed zijn. Ik heb een mooie tekening op mijn slaapkamer gehangen. Heb je hem opgehangen? Oké, goed zo. Ga lekker spersieboontjes eten, Luc. Lekker, nee, het zijn geen spersieboontjes. Ja, het zijn wel asperges. Ja, asperges. Groene asperge tips. Oh, Luxie niet appen. Luxie heeft het appen. Mama, ja, richt mij weer aan mama. Dat waren de spersieboontjes. Oh nee, de asperges. Onder het koken nog even verder en het uitpakken. Een super lieve kaart met thank you erop. Of thanks erop. En hele mooie tekeningen erbij. Geschilderde onze namen. Kijk. Super lief. Heel erg mooi. Ondertussen staat hier het eten al op het vuur. Dan hebben we hier vanavond lekkere pennen. Oh, nu moet ik trouwens wel even een beetje doorroeren zie ik nou. Pennen, een tomatensoepje opgezet. We hebben gehaktballetjes. En we hebben dan die asperges. Dus het is al bijna klaar. Klappen ze mijn handjes. Van de fanmail. Leuk. Wat zeg je dan tegen de kindjes? Dankjewel. Oh, goed zo. Hey, Luan. Ja, Luan zit nog steeds te tekenen. Ik vind het zo leuk. Ja, vind je het leuk? Hey fans, willen jullie nog 2 boekjes van zulke tekeningen laten sturen? Doe maar. Nee, niet echt hoor. Ga ik in alle vlogs zeggen. Ik vind het zo leuk. Hij is hier heel erg blij mee. Wat voor boek is dit dan, jongen? Laten we eens kijken. Oké. Zo'n tekenboek. Dit vindt hij dus heel erg leuk. Dat had niet zo leuk is voor 4 jaar gekregen. Ja.
Oh, dit is zo leuk. Dan kan je het zelf zo in het lijntje trekken hoe die kleur zo wilt. En dan kan je het zo leuk inkleuren. En dat vind ik het leukste ervan. Ah, kijk, Luan is zelf zijn kleren aan het ontwerpen. Dit vindt hij dus leuk om dit in te kleuren. Leuk hoor, jongen. Dank je. Hé, maar het eten is bijna klaar. Kom je zo aan tafel? Ja. Oké. Nou, Lucilla, dit is smakelijk, hè? Nou, laten we eens even proeven hoe die is geworden. Hoe smaken de asperges? De groene tip asperges. Asperges. Ja, dat is asperges. Asperzieboontjes, hè? Nee, asperges. Oké. Nou. Dat is lekker, hoor. Jammy, jammy. De donderdag is weer ten einde gekomen. We gaan zo lekker nu dus eten. Zo weer lekker een bad in de bed. Dat jullie erbij waren. Vond je het weer een leuke video? Doe natuurlijk even de duimpjes omhoog op de vlog. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal en klik ook even op het belletje, want zo blijf je op de hoogte van onze nieuwe vlogs. We zeggen allieu, met een zoen. Tot morgen! Volg je hart, boem boem bree, feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem bree, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem bree, dans mee en blijf je